In die periode heb ik ook mijn billen laten vergroten. Met legal ass shots, zoals ze het noemen in Amerika. Hoe spaar je ervoor? Hoe kan je dat betalen? Want ik kan me voorstellen dat het best wel duur is. Ja, ja. Tenminste, ik weet dat het heel duur is. Ik zou ook adviseren aan die meiden. Kijk niet te veel naar influencers. Want de echte influencers die het met je menen, zijn je ouders. En mag ik vragen wat je nu ongeveer totaal kwijt bent aan alles wat je hebt gedaan? Ik denk toch wel rond de... Ik vraag me af, hoeveel van die rare DM's krijg jij van mannen? Oh jee. Dat kan een dik van mij. Ja. Hallo allemaal, welkom terug bij The Room. Vandaag gaan we het hebben over plastische chirurgie. En we hebben uitgenodigd Jaisira Ravenberg. Welkom. Thanks for having me. Echt leuk dat je bent gekomen. Ja, ik vind het ook super leuk. Ja. Nou, ik had gelijk een vraagje. Hoe ben je eigenlijk begonnen met dit allemaal? Met plastic surgery bedoel je? Ja, eigenlijk was het zo. Ik was 17. Ja, en toen zei mijn moeder tegen mij, wat wil je? Wil je je borsten doen of wil je je auto, je rijbewijs? Wauw. En toen zei ik, nou ja, voor mijn 18e verjaardag. Toen zei ik, ja, ik wil toch wel mijn borsten doen. Ik had helemaal niks. Echt flat-chested. Werd er ook heel erg mee gepest. En toen had ik zoiets van, ik wil dat wel echt doen. En mijn rijbewijs kreeg ik van mijn oma. Dus ja, voor mij was die keuze snel gemaakt. En eigenlijk vanaf daar ben ik gewoon dingen aan mezelf gaan, zo noem ik het, verbeteren. Waar ik eigenlijk niet tevreden over was. Dus, en waar begon dat mee dan? Na je borsten? Na mijn borsten heb ik eigenlijk mijn lippen gedaan. Ik heb ook mijn kin gedaan. Yeah. Want ik had een wat langere kin. Je had een langere kin? Ja, een langere kin. Maar dat willen mensen toch tegenwoordig? Nou, nee. Dat vond ik echt... ik vond het gewoon niet... heel mooi, maar dat was echt mijn persoonlijke mening. De anderen die me kenden van die tijd zouden zeggen, meid, dat heb je niet nodig. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd. Iedereen in je omgeving vindt altijd dat je iets niet nodig hebt. Ja. Maar jij kijkt naar jezelf in de spiegel en jij bent over bepaalde dingen niet tevreden. Ja, jij kent je gezicht. Juist. En dan zou je denken, ja, komt dat dan voort uit onzekerheid? Ja, ik denk in a way wel. Maar ik denk dat dat met alles te maken heeft. Met je make-up, met je plastic surgery, je ingrepen. Maar ook met persoonlijke verzorging eigenlijk, gewoon in geheel. Mm-hmm. Ja. Oh, wow. Maar was het een heftige surgery? Van mijn kin? Ja, die was wel echt heftig, want ik wist niet wat er ging gebeuren. Hoe oud was je toen? Toen was ik, 26. Okay, 26 dus was wel, er zat wel een aantal jaar tussen. Ja. Het was ook nog niet heel erg populair om het te doen. En eigenlijk in die periode heb ik ook mijn billen laten vergroten. Met legal ass shots, zoals ze het noemen in Amerika. Legal ass shots? Shots, ja. Dat waren siliconen injecties. Mm. Maar dat waren zeg maar een soort biopolymers of zoiets. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar het is losse siliconen gel. Nou, dat gaat natuurlijk super overal heen. Het is niet net als een prothese dat het op zijn plek blijft zitten. Mm-hmm. Het wordt zwaarder. Nou ja, weet je wordt ook ouder en het gaat allemaal... Ja, de vorm verandert gewoon. Plus het gaat door je hele lichaam zitten. Wow. En dus moest ik het laten verwijderen. Nederlandse artsen willen je niet aanraken. In heel Europa eigenlijk niet. Omdat ze gewoon de kennis en de know-how niet hebben om het te fixen. Wow. Op een veilige manier. Ze kunnen je helemaal opsnijden, maar dan misvormen ze je eigenlijk ook. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Ik ben naar Zuid-Amerika gegaan. Okay. Waarbij ik eigenlijk het gewoon door de juiste arts eruit heb laten halen eerst. Nou, die hebben ze gewoon in Nederland en in Europa hebben ze me altijd wijs gemaakt. Ja, we gaan het eruit lipoën. Nou, lipo is een heel klein naaltje waardoor het zeg maar vet gezogen wordt. Maar die silicoon, dat zijn hardere, grotere stukken. En het is ook veel dikker materiaal wat helemaal niet door het gaatje heen past. Okay. Dus eigenlijk, ze zuigen het vet weg, maar de silicoon en het product blijft zitten. Ja. Nou, in Zuid-Amerika doen ze ook lipolaser. En lipolaser is een laserapparaat wat warm wordt. Nou, als je silicoon hebt en de warmte komt erbij, dan komen er dus... gevaarlijke stoffen vrij. Waardoor dat je dus gewoon kan komen overlijden. Wow. Dus het moet eruit gesneden worden of eruit gemasseerd worden. Was je niet bang? Super. Want ik dacht bij mezelf,
ja, ik wist niet waar ik terecht kon. Ja. Omdat ik de kennis niet had. En omdat in Nederland en in de omgeving hadden ze de know-how niet van... Ja, wat moeten we nu met dit meisje aan? Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan een beetje in lichtelijke paniek raakt. Hoe heb je dat dan gedaan? Hoe doe je research? Nou, eigenlijk heb ik een vriendin benaderd. Of ja, die heeft mij eigenlijk benaderd, want die wist met welk probleem ik zat. En zij heeft natuurlijk een wat grotere following op social media. Ze komt uit Amerika. Dus ze kent heel veel meiden die eigenlijk hetzelfde probleem hebben. Want in Amerika wordt het gewoon veel grootschaliger gedaan. Ja. En ben ik bij de juiste arts terechtgekomen, die het gewoon heel netjes heeft weggehaald. Mm-hmm. Maar ook nog wel met het oogpunt van, hey, it's still gonna look good, ja. Weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is wat ik waar ik andere mensen ook mee kan helpen in Europa natuurlijk. Ja. En ja, er is gewoon heel veel vraag naar, want er zijn gewoon mensen met verkeerde operaties. Mm-hmm. En dat ze ook gewoon echt last hebben of verminkt worden zelfs. En ja... Dat is ik moet ook een zeggen dat ik het echt super tof van je vind dat je er gewoon zo open over praat. Want ja. Weet je, het is toch je privé. En dat je dat dan gewoon, dat je dat gewoon zo deelt, vind ik echt heel tof. Super lief, ja. Super lief. Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat als je een wat groter bereik hebt op social media. Mm-hmm. En mensen eigenlijk je leven volgen, dat je het gewoon real houdt. Ja. Weet je wel. Ja. Ik denk dat als heel veel celebrities of heel veel influencers... vooruit zouden komen waar ze gaan, dat veel kijkers die naar hun kijken, naar hun opkijken, niet bij de verkeerde artsen zouden gaan. Ja, precies. Ik zou wel willen weten bijvoorbeeld waar Kim Kardashian de lichaam heeft gedaan. Ja. Want waarom geeft ze dat niet vrij? Ja. Er zijn zoveel meiden, jonge meiden die naar haar opkijken en die willen het ook doen en die willen ook die body creëren. Mm. En dat is door social media is het natuurlijk heel erg verheerlijk. Van het ideaalbeeld en het perfecte beeld. Hoe een vrouw eruit moet komen te zien. Ja. Maar in hoeverre wordt het in het echt laten zien hoe het eruit ziet. Ja. Ja. Hoeveel foto's worden bewerkt. Mm-hmm. Ja. Hoeveel filmpjes worden zelfs bewerkt. Ja. En dan die jonge meiden kijken daarna. Ik wil die body ook. Ja, ja. Klopt. Ja. En dan... Die body, er komt heel veel bij kijken. Het is niet, ik ga liggen onder het mes en ik ben klaar. Ja. Ja. En ja, daar wordt gewoon te weinig over geïnformeerd. Ja. Van, ja. Want is het daarnaast ook wel eens misgegaan? Of dat je denkt van, oh, dat was echt mijn worst? Nou, nou kijk, ja, tuurlijk. Er zijn wel dingen dat ik denk, ja, ik ga gewoon liggen. Okay. Ik doe gewoon alles. Ja. Ik vind het gewoon heerlijk. Als ik mijn knieën kan verlengen, bij wijze van spreken, ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Weet je, ik ben zo. Omdat ik hou gewoon van nieuwe dingen proberen. Ja. En dat is gewoon zo. Op het gebied van beauty, maakt niet uit wat het is. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Okay. En dan denk ik, ja... Weet je wel, kan het beter soms? Ja. Dus dan ga ik ook een andere arts zoeken en een andere arts. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat te doen. Precies, want inderdaad, hoe bereid je je daar dan voor? Dit vind ik echt heel spannend. Hoe bereid je je ervoor en hoe spaar je ervoor? Hoe kan je dat betalen? Want ik kan me voorstellen dat het best wel duur is. Ja, ja. Tenminste, is het dat ook? Ik weet dat het heel duur is. Is het ook. Dat is wat ik ook altijd adviseer. Ja. Kijk, je houdt niet op met één operatie. Nu doe je lichaam. Je moet eigenlijk altijd sparen voor hetgeen als het fout gaat. Okay. Dat adviseer ik meiden gewoon. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, je borsten kosten 2.000-3.000 euro om te doen. Hou er gewoon rekening mee dat je nog 2.000 euro extra spaart voordat je het gaat doen om dingen te kunnen betalen. Net als medicatie of als je een BH's nodig hebt. Of noem het maar op wat je ook nodig hebt. Maar ook als het fout gaat en je moet het eruit laten halen. Ja, ja, het is gewoon niet slim om met één financieel oogpunt erop te kijken. En dat je doet gewoon van, even. Dat gaan is het doen en het is klaar en dan is het perfect. Precies. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Ja, precies. Je weet nooit hoe het uitpakt. Want er wordt nooit gesproken. En alle doktoren die posten altijd de succescases, noem ik het maar. Mm-hmm. Maar niet als het fout gaat. Ja. Wie gaat nou reclame lopen maken met foute operaties? Ja, precies. Nobody's gonna do that. Nee, klopt. En daarom leg ik ook altijd uit. Luister ook niet te veel naar mensen in je omgeving. Maar ga op eigen research uit. Ja. Want dat vind ik ook... zo goed van jou. Dat jij echt research hebt gedaan. Ja, maar ook nadat er een paar keer wat fout natuurlijk is gegaan. Ja, dat ik, natuurlijk met die ass shot. Ja, precies. Ik wist het. Als ik heel eerlijk ben, ik lieg tegen mezelf hoor. Want als ik heel eerlijk ben, denk ik ja. Toen ik daar was om het te doen, toen wist ik eigenlijk al ja. Oh nee. Het is eigenlijk niet goed, maar ik wilde die body gewoon zo graag. Mm-hmm.
En toen was er nog niks bekend over dat het product zo slecht was. Dus ja, eigenlijk had ik gewoon naar mezelf moeten luisteren. Ja. En naar mijn gevoel. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het heeft me genoeg opgeleverd. Ja, in de zin van? Ja, de vader. Ja, nou kijk, weet je wat het is? Als je er een bepaalde manier uitziet, en dat is gewoon heel vervelend om het zo te zeggen, maar als je er een bepaalde manier uitziet, krijg je gewoon betere opportunities. Okay, en betere kansen. Andere soort mensen kijken ook naar je. Ook andere soort mannen kijken naar je. Mm-hmm. Weet je, als je er een beetje simpel of basic uitziet, dan krijg je bijvoorbeeld in een bepaald milieu, krijg je gewoon de mindere aandacht. Ja. En dat is gewoon zo. En ik denk dat doordat ik mijn body heb gedaan, dat ik ook wel op andere soort plekken ben gekomen daardoor. Oké. Okay. Ja. Interesting. Ja, andere soort feesten. Je bent eigenlijk een beetje een soort te gaan, ja. Mannen willen met je pronken. Pronken, okay, ja. Een beetje een soort van de handtas van een man, noem ik het altijd. Oké. Okay. Weet je wel, ja. En hoe vind je dat zelf dan? Hoe? Ja, weet je wat het is? Ik denk dat op het moment dat je aandacht krijgt uit zo'n circuit, dat je er toch wel moet kiezen om je de juiste dingen te vragen. Weet je, ik kan voor een Chanel-tas gaan. Mm-hmm. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb gewoon voor startkapitaal gezorgd voor mijn eigen onderneming. Okay. Waardoor ik die Chanel-tas zelf kan kopen. Ja. Yes. Maar, you smart. And we're loyal. Maar wat ik me afvraag is van, er zijn natuurlijk massaal meiden die naar jou kijken en tegen jou opkijken. En ook een beetje Kim Kardashian en dat soort meiden. Maar hoe vind je ervan dat zij jou zien als voorbeeld? Ik vind het moeilijk en ik zeg het ook altijd, ik ben niet hier op de wereld gezet om een voorbeeld te zijn voor andere mensen, hun kinderen. Ja. Maar ik hou er wel rekening mee. Ik hou er rekening mee met wat ik post, hoe ik me naar voren breng. Niet in de mindere mate dat ik nu niks aan mezelf ga veranderen of iets. Nee, absoluut niet. Ik probeer ze juist te begeleiden in het juiste proces om te bereiken wat hun willen bereiken. Want ze gaan het toch wel doen. Ja. Want je krijgt natuurlijk continu vragen ook. Ja, ja. En is dat dan ook vooral van jonge meiden? Ja, van jonge meiden, maar ook gewoon van en ook van jongens, vraag ik me ook. Ja, ook, absoluut. Kijk, plastic surgery is natuurlijk, onder de mannen wordt het steeds populairder. Ja. En ja, je kan ze niet blamen, want een man kan niet een foundation en een concealer gaan opdoen. Of die heeft veel minder mogelijkheden. Als een man lelijk is, tussen haakjes, want wat is lelijk? Ja. Als een man minder aantrekkelijk gevonden wordt, minder aandacht krijgt voor vrouw, ja, wat gaat hij doen dan? Ja, hij moet het van zijn zweertje, zijn kleding hebben, maar hij kan geen make-up dragen. Wij kunnen onszelf verfraaien met make-up, haren doen, nagels doen. Ja. Wat gaan mannen doen? Ja. 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 Bij ons maakt het al best een groot verschil. Tuurlijk. Maar wat ik bang voor ben, hè, dat is niet persoonlijk naar jou toe. Nee. Want ik bedoel, ik snap dat jij zoiets hebt van, weet je, ik ben niet om mensen op te voeden of andermans kinderen op te voeden. Maar wat ik wel bang voor ben is, want ik heb een dochter. Mm-hmm. En als zij, stel dat ze wat ouder wordt en ze kijkt echt tegen vrouwen zoals jou op, weet je wel, die zich helemaal laten fixen. Mm-hmm. Dat zij zich zo onzeker gaan voelen met wat eigenlijk gewoon goed is misschien, weet je. Dat ze gewoon er goed uitziet of zo. Mm-hmm. Maar dat ze dan ook denkt van, hé, maar ik wil er ook zo zien als Jashira, weet je. Maar ik ga het niet betalen. Kijk, jouw moeder ging het betalen, maar ik ga echt niet betalen, weet je. Als je het wilt, dan moet je precies. Nee. Nou, kijk, dat is dus het probleem ook. Dat gebeurt. Maar als zij iets wil veranderen aan zichzelf, dan of met toestemming van ouders of Maar waar ik nog bang voor ben, nu je dat zegt. Stel je voor, ze werkt gewoon bij de Albert Heijn of bij de McDonald's. Mm-hmm. Maar zij wil zo'n lichaam. Waar ik bang voor ben, heel erg bang voor ben, door social media, dat ze straks zoiets hebben van, ik krijg wel een DM ergens uit Dubai en misschien, weet je, in ruil voor dat. Ja, dat ik hoef alleen maar ook mijn benen te spreiden en dan krijg ik ook zo'n lichaam. Daar ben ik heel bang voor. Maar hoe kijk jij daar zeg maar naar? Nou, dat is gewoon een realistisch beeld van je kijk erop. Dat begrijp ik. Want dat gebeurt ook echt. Er zijn vrouwen die dat doen. Mm-hmm. Yeah. En ook mannen, by the way. Vooral ook mannen die zeg maar zichzelf bijvoorbeeld man zijn en naar vrouw toe willen gaan. Yeah. Bijvoorbeeld, genderneutrale noem ik het eventjes. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Omdat dat zijn zulke dure operaties. Mm-hmm. Die kan je niet betalen met een normaal salaris. Yeah.
dan is het zo dat ik altijd die meiden adviseer om een business te starten. Ze zijn dan zo druk met die business dat ze niet eens meer de tijd hebben om te veel te kijken naar andere mensen in hun leven. Mm-hmm. En dat is hoe ik het een beetje een positieve wending probeer te geven, omdat het gewoon belangrijk is. Ik kan ze niet tegenhouden. Mm-hmm. Kijk, als ik mezelf niet laat opereren en hoe ik eruit zie, dan doet een andere, ja, bekend persoon, noem ik het eventjes, doet dat dan wel. Mm-hmm. Dus daarom, en omdat ik een beetje dicht bij Nederlandse meiden sta en er zo open voor ben, heb ik wel een soort platform gecreëerd waar meiden snel naar me toe kunnen komen als een soort van virtual bestie. Mm-hmm. Waarbij ik ze gewoon echt eerlijk zou adviseren. Mm-hmm. Ik zou ook adviseren aan die meiden, kijk niet te veel naar influencers, want de echte influencers die het met je menen zijn je ouders. Ja. Mm-hmm. Dat is je moeder. Ja. Ja, je moeder in dit geval. Je bent hartstikke een natuurlijke schoonheid. Ik zou die meiden ook adviseren. Heb je het wel nodig? Ik ga niet altijd informatie geven van ja, daar moet je gaan. Of ik stuur ze ook niet door. Daarom vraag ik ook altijd wel of ze op consult met me willen komen. Dat wordt nu wat moeilijker door mm-hmm. corona natuurlijk. Maar in principe kunnen ze dan bij mij terecht. Ook gewoon online. Mm-hmm. En dan ga ik ze de juiste vragen stellen. Want wat is jouw ideaalbeeld? Nu kom jij met een plaatje van Kim Kardashian. Nee, je bent make-up artist, toch? Hoe vaak komen meiden met een plaatje Kim Kardashian? Mm. Ik wil dit, maar ik wil niet te veel make-up. Ja, ja, ja. Nee. Schat, dit is 3 uur blenden. Ja. Ik weet niet. Snap je? Dus ja, wat is jouw ideaalbeeld? Dan komen ze met een figuur. En dan denk ik, ja, oké, maar dit is wel 3 operaties. Ja. 3 operaties? Ik zeg, want als ik jou nu ga voorschotelen dat dit 1 operatie is, dan word jij wakker op de operatietafel, geef je arts de schuld. Maar dit ga je niet bereiken in 1 operatie. Plus er zit nog ook Photoshop op. Mm-hmm. Ja. Want hoeveel operaties heb jij moeten ondergaan om... Ja, 3 BBL's. Mm-hmm. Het is niet altijd natuurlijk op dezelfde plek weggezogen het vet eigenlijk, maar het is gewoon een proces. Nou, en dan ben je gegaan. Ik wilde niet een hele agressieve lipo in 1 keer, dus ik heb het gewoon stapsgewijs gedaan, ook omdat ze in Europa gewoon niet zoveel vet weghalen. Ja. En ja, de laatste finishing touch heb ik dan echt gedaan twee maal in Colombia. En ik heb natuurlijk ook mijn billen laten verkleinen. Ja. Verkleinen? Ja. Oh, echt? Ja. Waarom ze zijn zo groot worden? Ze waren, ja, want het product groeit. Daarmee jij? Ja, dus ik dacht, toen ik het erin had gezet... Straks heb je over 10 jaar zulke ik billen. Ik dacht zo, ja, dat product groeit. Ik denk, oh mijn god, en het bleef maar groeien. En dan denk ik, oké, ja, weet je, waar ga ik naartoe? En toen in Zuid-Amerika hebben ze me uitgelegd pas van, ja, dat komt door het product, dat zet uit. En ja, toen heb ze het echt uitgesneden. Ik wil dat in mijn hersenen. Ik wil dat in mijn hersenen groeien. Ja, dan word je echt zo'n... Nee, joh. Ja. Nee, dat is het. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is... Wat vindt je moeder ervan? Oh, die is zo plat. Ja, de mensen op social media weten... Ze kennen mijn moeder, maar mijn moeder komt altijd met mij in beeld. Zij is echt de platste Rotterdamse vrouw die je maar kan bedenken. Ja. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Dat is mijn moeder. Ja, mijn moeder is een Nederlandse vrouw. Mm-hmm. Ja, zij... Ja. Dan zegt ze bijvoorbeeld tegen me... Dan was ik met een vriendinnetje en die heeft ook de lippen gedaan. Zijn jullie samen naar de lippendokter geweest? Weet je? Ja, Ineke is gewoon zo en ze is helemaal niet zo. Ze heeft ook niks aan zichzelf laten doen. Ze zeggen ook soms van, ja, het is dat ik je niet... Ze konden je niet verwisselen in de wieg, want ik had heel veel haar. Ze konden het niet doen, want anders had ik gedacht dat je misschien wel mijn kind niet was. We verschillen zo veel van elkaar. Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook wel weer leuk eigenlijk. Want dan zie je ook dat het niet altijd bij de ouders vandaan komt. Ja. Je ontwikkelt jezelf als kind. Mm-hmm. En nog erger om te zeggen, een kind ontwikkelt zich door social media. Ja. Want de ouders... Ik denk ook dat het misschien een stukje nog teruggaat. Want ik bedoel, ik denk dat jij vroeger misschien... Ben jij vroeger gepest of zo? Was je zo onzeker dat je... Mm-hmm. Weet je? Absoluut. Ik denk dat het persoonlijk daar ik was ook gepest. Maar dat was meer eigenlijk van... Of dat het daaraan heeft gelegen... Dat weet ik niet per se, want dat is wel heel makkelijk om dat altijd daarop te schuiven natuurlijk. Weet je, een traumatized, like, from childhood. Nee. Thank you.
Ja, ik denk gewoon dat het gewoon komt door social media. Ja. En het is gewoon zo, omdat vroeger ook de mannen... En dat wil ik wel echt aankaarten en dat is heel belangrijk. Mannen nemen een natuurlijke vrouw, maar gaan vreemd met een vrouw die is... Ja, verbouwd, in a way. Je weet toch? Ja. En dan worden die vrouwen worden zo onzeker daardoor. Omdat de man, die vrouw denkt nu... Ja, maar je gaat met mij, maar je gaat vreemd met dat. Dus die vrouw wil zich dan relativeren aan die vrouw. Ja. Dus ik denk dat er zoveel dingen bij komen kijken. Ja. Dat ik denk, ja, weet je, waarom doen jullie dat? Maar zulke soort dingen. Maar dat doet ook pijn, hè? Zo'n operatie. Nee, dat valt mee. Het is gewoon, je moet het zo zien. Sportschool doet ook pijn. Als je gewoon een goede workout hebt gehad, denk je ook, wow. Ja, ik ben één keer geweest, toen ben ik neer. En dan word je dan, kijk je naar jezelf. En die progress is niet snel genoeg. Nou, voor mij. Ja. Ik heb totaal geen discipline om heel de dag in de sportschool te gaan zitten. Mm-hmm. Nu wel. Waarom? Ik zie die body. Ik denk, ik wil het bijhouden. Juist. Dus het is echt motivatie voor mij om het bij te houden. Ja. Maar laten we wel wezen, dat is, weet je, sportschool is gewoon gezond voor je. Mm-hmm. Het is ook geestelijk gezond voor je. En dat raad ik ook allemaal meiden gewoon aan. Want blijf wel sporten en blijf dat wel meenemen in die hele BBL-traject. Want dat ga je gewoon ook nodig hebben. Ja. Okay. Ja. Hé, maar nog een dingetje. Want ik bedoel, het kost behoorlijk wat. Mag ik weten wat de kostenplaatje daarvan zou zijn, zeg maar? Ja, ongeveer. Ja, dat is rond de... Nou, een BBL ben je 4.500 kwijt ongeveer. De operatie. Maar dat is daar Maar je moet nog naar Colombia gaan. Je moet nog naar Colombia. En je hebt 3 behandelingen nodig. Ja, dus ja. 3 keer 4.500. Nou, soms als je het bij 1 arts doet, kan je gewoon... Ja, dat doen ze wel eens. Ja, tuurlijk, want... Je bent dan vaste klant en dan kunnen ze wel best wel naar je kijken van, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja, dan natuurlijk alles moet betaald worden. Zo'n operatiekamer moet afgehuurd worden. Dat kost gewoon hartstikke veel geld. Het personeel. En natuurlijk nu ook daar dan kozen. De nazorg, heel belangrijk. Wat je zegt, dat is heel belangrijk. BBL is zeg maar, wat zal het zijn? 60% van het resultaat komt voort uit de nazorg. Dus, dus de massages. Maar 40%, eventjes grof geschat, is van het wegzuigen. Als jij daarna nog steeds geen goede massages hebt, en het vet, of het vocht vooral, dan wordt het vocht onder de huid, of de vetrestjes die achterblijven onder de huid, worden hard. En dat noemen ze fibrose. Ja, dat noemen ze fibrose. Okay. En dan heb je allemaal soort van, lijkt het op bobbels. Een soort van bobbels, cellulitis-achtige. En het is hard en het doet pijn, want het is gewoon niet fijn. Ja. Dit zijn dingen die mensen volgens mij echt niet weten. Nee, dat weten ze niet, want dat wordt er niet bij verteld. Ja, ze zien alleen maar het ideaalbeeld, maar ze weten niet wat kan er gebeuren als het misgaat. Of als je het niet goed onderhoudt. Of ik doe een operatie, ik heb ervoor gespijt en ik ben klaar. Nee, het houdt daar niet bij op. Je moet nog je nazorg dus hebben. Ja, en absoluut. En dat kost ook wel wat. Tuurlijk. Kijk, ben je in Colombia, dan wordt het daar... wordt het opgebouwd. Je krijgt 10 massages. Die zitten bij je operatie. Die hebben natuurlijk gewoon voor betaald natuurlijk. Dat snap je wel. Yeah. Maar dan krijg je ook een pak erbij. Je hebt zeg maar eigenlijk 4 pakken nodig. Soms zelfs 5. Wow. Allemaal stages. Stage 1 tot stage 5. Mm-hmm. En die heb je gewoon nodig. Omdat je body is eerst natuurlijk heel sore. Mm-hmm. Dus moet je eigenlijk een wat zachtere correctiepak hebben eigenlijk. Yeah. Want het moet compressie geven. Om het eigenlijk als een mal je lichaam al een beetje voor te vormen. Okay. Dan doe je hem uit. Dan gaan ze je masseren. Dat doen ze eigenlijk gelijk dezelfde dag moeten ze je al masseren. De eerste massage. Dus laten we zeggen, je wordt in de ochtend geopereerd. Oh, maar dat lijkt zo pijnlijk. Nou, je huid is nog verdoofd. De eerste dag doet nog geen pijn. Want je huid is natuurlijk van je lichaam weg geweest. Zit vocht onder. Dus het heeft geen gevoel. Oh, maar die dag dat je daarna hebt geslapen en je wordt wakker. Dan denk je, oké, ik ben overgereden door een vrachtwagen nu. Zo moet het voelen. En dan ben je gewoon stijf. Het is net als een stijfheid. Gewoon van dat je denkt, weet je? Ja. Alsof je heel hard getraind hebt. Als je heel hard getraind hebt, dat snap je. Stel je voor, je wordt niet meer wakker. Ja. Maar dat is laatst gebeurd met een meisje, toch? Kijk, er overlijden nog steeds meer mensen in het verkeer dan op de operatietafel. Laat dat vooropgesteld zijn. Moet je goed zorgvuldig je arts uitkiezen? 100%.
kijk er ook naar, is je arts board certified? En dat betekent, is hij aangesloten bij een vereniging van artsen, waarbij ze, als ze niet aan de regels houden, hun license kwijtraken, hun vergunning. Okay. Dan houden ze zich al aan de regels. Want niemand wil zijn vergunning kwijtraken, want het levert gewoon superveel geld op. Ja. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Je moet je research doen. Ook is het een tip als je naar een operatie gaat doen en je wilt zeker weten dat je goed terecht komt, vraag gewoon of je het mag of dat het gefilmd mag worden. Juist. Oh ja. Ja, goeie. Ik ben ook wel eens in een operatiekamer geweest bij meisjes die ik dan zeg maar heb gebracht om te opereren. En dan zijn we gewoon Instagram live gegaan. Wow. Veel artsen gaan Instagram live. Zo. Maar als je, het is net als een open keuken bij een restaurant. Ja. Waarom kan ik niet zien hoe mijn eten bereid wordt? Like Janno de Vijf. Ja. Ik wil het gewoon zien. Ik wil gewoon openheid en transparantie. Ja. En dat is heel belangrijk. Okay. Ja, en dat wil ik ook een dingetje zeggen. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika wordt het vaak genoeg gebeurd dat de artsen die vooral die Instagram famous artsen die meiden aantrekken, toch? Ja. Yeah. Die opereren zelf niet eens. Je gaat onder narcose. Hoe weet je dat die arts heeft aangeraakt? Ja. Er zijn meiden. Er is toch ook een chick die, ik weet niet of ik dat mag zeggen, ik weet dat even niet haar naam, maar die is ook in het nieuws geweest laatst, omdat ze gewoon ook echt zulke slechte operaties heeft gedaan. Ja. Zoals laatst ook in een programma van, ik kom ook even weer niet op de naam, maar dat ik snap niet dat zulke mensen nog kunnen blijven bestaan. En nog mogen opereren. Nou, ik zeg wel gewoon de naam. En dat is echt de meest beruchte naam in de plastic surgery world. Ik ben even de naam vergeten, maar zeg het alsjeblieft. Dr. Cabral. Ja. Oh, echt? Ja. Ik was nog gehoord. Ik vind haar zo evil. Nee, kijk, het is een man, hè? Nee, ik bedoel die vrouw. Oh, die vrouw. Ja, oh, dat was Carla. Carla nog wat. Ik weet even de achternaam niet. Zij heeft zeg maar al die meiden ook verminkt in Nederland. Ja. En daar was een hele rechtszaak tegengespannen. Ik ben zelf ook bij haar geweest voor die S-shot. En dat was ook bij haar, ja. Wow. Kijk, wat is er met haar gebeurd dan? Zij is heel gerecht tegen haar aangespannen. Ik weet nu de hoogte er niet van. Ik blame mezelf, dus ik heb er geen zaak van gemaakt. Ja. Omdat ik wist eigenlijk beter. Ja. Snap je? Ik bedoel, je gaat een ingreep doen bij iemand thuis. Ja, like. Vind ik ook. Yeah. Ja. Het is wat je wil. Ja, het is gewoon zo. Ja. I blame myself. Dus ik heb het gewoon gelaten. Mm-hmm. Maar Cabral bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, die verminkt al die vrouwen. En vrouwen worden wakker tijdens de operatie op die operatietafel. Oh, shit. Echt waar? Twee vriendinnen van mij hebben het meegemaakt. Ze zijn wakker geworden. En ze keken je kan op het moment dat je wakker wordt tijdens de operatie, je voelt wel niks, want je bent ook verdoofd. Hè? Je krijgt ook een hele volledige verdoving. Mm-hmm. Maar ze keken om zich heen en ze zag die dokter gewoon niet. Er waren andere mensen haar aan het opereren. Oh, wow. Het is goed afgelopen, want ze heeft de body die ze moet hebben. Okay. Maar het zou maar fout kunnen gaan. Ja. En dat gebeurt zo vaak dat de doktoren die je denkt dat je opereren, jou niet opereren en jou niet aanraken. That's a problem, honey. Ja, ja. That's a problem. Ja, het is gewoon, je wordt voor de gek gehouden. Het is gewoon... Definitely. Wauw. Ja, okay. Ik shit hoor. Nou. Het is ook zo. Maar kijk, die research doen mensen niet. Ja. Snap je? Nee, daarom is het zo belangrijk dat je research doet. Ja. Ja, je research. En zorg ervoor als je naar zo'n land gaat om te opereren, dat je of met iemand gaat die de ervaring heeft, dus met een trip, of ga met een van je met familieleden. Mm-hmm. Want op het moment dat er iemand in die wachtkamer op je zit te wachten, dan is het bij die artsen, als er wat met je gebeurt, weet je, zijn ook genoeg mensen die gewoon geen vragen hebben, omdat het is fout gegaan. Ja, wie geeft antwoorden? Ja. Ja. Mijn nicht zat daar ook buiten bij die balie te wachten om de uur te vragen, is het er al uit? Is het al goed? Is het al... En dat is belangrijk. Ja. Want zo zien ze ook van, oké, we kunnen niet met haar, snap je? Ja, precies. En het voor mij was, ik ging ook lekkerder, deed ik mijn ogen dicht. Ja. Omdat ik zoiets had van, je bent got my back. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, zeker. Het is gewoon belangrijk. En je voelt je super, na een lipo ben je super emotioneel. Je bent super emotioneel. Ja. Je voelt je alleen. Je voelt je lelijk, want je bent natuurlijk helemaal opgezwollen. Je komt net uit narcose. Ja, je voelt, er zit iets in die narcose.
Waardoor dat je gewoon emotioneel wordt. Dat is natuurlijk ook een type of drugs. Ja, like, ja. Zal je even van de wereld. Want ja. Bedoel, ja, jij was voelt heerlijk. Ik was maar ja, maar de dagen daarna, ik heb laatst mijn borsten laten verkleinen. Ja. En nou ja, volgens mij zat die narcose er echt nog heel lang in. Oh, ja. Maar inderdaad, ik was eerst zo van, yeah, leuk. Ja, helemaal fan. Maar daarna, een paar dagen daarna, werd ik wel een soort van down. Of zo. Wow. Er zit een iets van depressie in. Maar narcose is nooit goed voor je lichaam. Nee, klopt. En dat vind is het wel van, lekker. Ja, heerlijk. Oh. Die is meid, ja. Dan denk je bij jezelf, wow. Ja. Oké, en lig ik daar, want ja, ik heb het natuurlijk vaker meegemaakt. Ja. En dan lig ik daar en dan vraag ik aan de dokter, did you put it already? No? Ja. Put enough, oké? Okay? Doe er genoeg in. Ja, ja, precies. Want je wordt er lekker soort van, ja. Juist. En niet dat je misselijk wordt, want daarom mag je ook dus niet eten voor een operatie. Oh, ja. Omdat je krijgt natuurlijk een intubatie. Ja. Zo heet het geloof ik. Ja. Ja. Zo'n ding in je keel. En op het moment dat je dan kokhalst, automatisch kun je stikken. Oh ja. Dus dat is de reden waarom dat je eigenlijk nuchter geopereerd moet worden. Mijn meisje. Het voelde lekker. Ja. Nee, ja. Dus ik ook. Nou, in mijn ogen denk ik van, jij bent al volledig full option. Want ik bedoel, het ziet er echt top uit. Ik ben zelf niet persoonlijk een voorstander. Want ik bedoel, weet je. Ja, en ook je hebt het ook uitgelegd met je dochter. Ja, daarom. Ik wil niet zeg maar zo'n voorbeeld zijn voor haar. Want ik ben natuurlijk wel haar voorbeeld. Tenminste, dat denk ik. En mag ik vragen wat je nu ongeveer totaal kwijt bent aan alles wat je hebt gedaan? Ik denk toch wel rond de 20, 25.000 minimaal. Ja. Dat is echt krapjes genomen. Zo. Bescheiden genomen. Heel erg bescheiden genomen, ja. En dat is gewoon zo. Je moet er gewoon rekening mee houden dat als je echt aan het proces begint, dat je er ook wel... It's gonna cost you. Yeah. A lot. Ja. Yeah. Wauw. Want jij bent aan een eigen bedrijfje begonnen? Ja, klopt. Maar ik had ook gewoon ook wel een vriend die gewoon wat beter... Sponsorde. Ja, soort van, ja. Maar wel echt, was wel echt mijn vriend, dus het was niet een Hans. Dat niet. Niet een Hans. Maar ik begrijp wel dat vrouwen een Hans nemen. Ja. Ja, ik begrijp het wel, ja. Maar dat lijkt me een straf. Gratis geld op je strooit. Om een Hans te nemen, want dan krijg je alles, maar om daarmee naast wakker te worden. Nee, maar een Hans is niet per se een lelijke man, hè? Maar ik vind het wel jij eigenlijk over een Hans? Over een Hans. Jij vindt het dus wel een aanrader. Wow, slow down. Nee, ik vind het niet een aanrader. Ik geloof echt erin dat je eigen geld moet verdienen. Yeah. Like a real boss bitch, get your own coins. Yeah. Maar ik begrijp het wel. Mm-hmm. Ik begrijp dat niet elke vrouw de optie heeft om een business te beginnen. Die mindset ook niet heeft. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk dat op het moment dat je ergens ingaat, dat het je wel wat oplevert. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon. Ik vind gewoon ook dat mannen gewoon moeten providen voor vrouwen. Dat is gewoon heel ouderwets. Hè? Ja, laten we teruggaan naar de tijd waar dat nog normaal was. Ja. Maar de geëmancipeerde vrouw heeft zichzelf eigenlijk in hun hoofd gezegd dat als een man voor je zorgt dat je zwak bent. Ja, en dat is niet zo. Een man moet een man zijn. Alle vrouwen kosten geld. Ook vrouwen met eigen geld kosten geld. Mm-hmm. Niet omdat ik geëmancipeerd ben, betekent dat wij nu de bil gaan splitten. Mm-hmm. Sorry? Dus jij vindt wel, go Dutch now? Ik vind wel dat als je met een man uitgaat, dat hij altijd de rekening betaalt. Altijd. Nee, je hebt nooit zoiets van, oké, vanavond schatje, ik betaal vanavond. Nou, kijk, als ik dat heb, schatje, ik betaal wel en jij accepteert het als man, you're not the man for me. Oh, echt? Ja, ik zal het wel voorstellen. Okay. Ik vind het gewoon heel onmannelijk als een man een vrouw laat betalen. Yeah. Ik vind dat echte mannen vrouwen niet laten betalen. En ik zeg niet dat je voor... eventjes voor iedere chick aan de blok geld moet strooien. Ja. Maar als je met een vrouw bezig bent en je houdt van die vrouw en je geeft om die vrouw en je hebt het beter, waarom zou je überhaupt uit mij zou? Waarom zeg je niet tegen jezelf als man zijnde, weet je wat? Hou jij je geld, zet het zeg maar in een business voor jezelf, doe leuke dingetjes voor jezelf ermee. I got you. Ja. Het klinkt natuurlijk wel ideaal. Ja, het klinkt ideaal zeker. Maar als je man het niet heeft, niet meer, hoe ga je dan? Wat vind niet je dan? Meer of ja, niet heeft? Nou, niet meer als jou heeft. Oh, of niet evenveel? Meer ja, evenveel of ietsjes minder. Zijn, zeg maar. Nee, ik zou nooit nee, een niet de sugar mommy zijn. Nee, mijn broer van. Nee. Zou je dan wel zoiets hebben van vanavond betaal ik? En als hij zou zeggen van oké, geen probleem, betaal jij maar vanavond inderdaad. Nou, kijk, hij kan het wel accepteren. Bijvoorbeeld als hij jarig is en je wil wat voor hem doen. Of een speciale gelegenheid, je wil wat voor hem doen. 100%.
Kijk, je moet wel gewoon... Een relatie komt van twee kanten. Maar helaas, in dit leven is niet alles eerlijk verdeeld. Mannen nemen ook niet de helft van je bevalling over. They won't. Ja. Ze kunnen het ook niet. Dus de natuur heeft bepaald dat het niet eerlijk verdeeld is. Yes. I feel the vibe. You feel the vibe. Dus waarom als het de natuur... Kijk, eigenlijk, de natuur heeft bepaald mannen en vrouwen staan niet in dezelfde positie in life. Hoe mannelijk wij ook willen zijn, hoe geëmancipeerd wij ook willen zijn als vrouw. We kunnen nooit de taak van een man overnemen. Nee. Zoals de man een taak van een vrouw niet kan overnemen. Ja. Zou het zijn? Hij neemt mijn mascara en zegt, schat, zal ik het een beetje aantippen, schat? Weet je? Of je blush, man. Je blush moet je blush met, niet zo met. Ja. Blijf jij maar gewoon man, dan ben ik een vrouw. Ja. Maar het moet wel duidelijk zijn dat een man gewoon een man moet zijn en een vrouw een vrouw. Ja. Dat maakt mij geen gold digger, want dat is ook niet zoiets. Ze strooien altijd met het woordje gold digger, maar wat zeg ik dan? Zeg ik ik ben een gold digger, maar als jij nu een dochter hebt, moeder, zus, wil je dan dat ze met een man zonder geld thuis komt? Nee, die man moet wel wat hebben. Oh, nu ben jij gold digger voor je dochter en je zus en je moeder. Ja. Het is krom. Je wilt niet dat je dochter of iemand met een klaploper binnenkomt, inderdaad. Nee. Je wilt toch niet dat je eigen dochter met een klaploper komt? Dat die liefde daar nou echt is. Die liefde? Maar kijk, weet je wat het is? Ik ga je wat uitleggen. Het gaat toch irriteren. Dit is mijn truc. Dit is mijn truc. Ik ben benieuwd. Als je niet met klaplopers omgaat, word je er ook niet op verliefd. Problem solved. Match jezelf altijd met mensen die je omhoog en vooruit helpen in het leven. Mm-hmm. Niks is zo besmettelijk als mensen hun problemen en mensen hun bad energy. Ja. Ja, je moet jezelf gewoon omringen met de juiste mensen. Mm-hmm. Yeah. Skip die foute vrienden die alleen maar problemen of alleen maar op je neerkijken. Mm-hmm. En alleen maar nemen. Ja, en alleen maar nemen. Ja. Hoe vaak geef je veel? Ja. Qua emotie, qua stress. Maar ontvang je dezelfde energy? Ja. Vraag jezelf dat af. En je moet niet dingen doen voor anderen om vervolgens te zeggen, ik heb dit voor je gedaan, dus ik verwacht dat je dat doet. Dat moet je niet doen. Mm-hmm. Maar je moet wel kijken, matcht de tegenpartij's energy met de energy die jij in een relatie stopt. Dat moet in balans zijn. Balans. Yes. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Ja, denk ik ook. Ja. Oké, I feel the vibe. You feel the vibe? Ja, you know the vibes. Ja, oké. Ik ben heel benieuwd of je kinderen hebt. Ja, ik heb er één. Oh, echt? Ja. Oh, een zoon. Een zoon? Oh. 16. Ja, 16, en hij is al 16. Oh. Oh, en hoe gaat hij hier allemaal mee om dan? Wat vindt hij ervan? Ja, het is een hele sterke persoonlijkheid. Weet je wel, hij is ook heel zelfstandig. Maar ik heb altijd, ben ik degene die overlegt met hem met alles wat ik doe eigenlijk. Dus hij kiest er zelf voor om buiten social media te blijven. Hij is ook niet echt bezig met Instagram of met TikTok en dat soort dingen. Ja, snap je? Maar hij is wel bezig met PlayStation natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk dat hij bij level 3000 is of zo van Fortnite. Heet toch Grand Theft Auto? Ja, ik heb een beetje verstand voor de gamers. Maar ik denk dat hij het best wel moeilijk heeft met het feit dat hij wat een meer sexy moeder heeft. Yeah. Ik denk dat hij daar ook niet op die manier naar kijkt, maar wel ermee geconfronteerd wordt. Ja, zeker. Maar daarom als ik een foto post, dan vraag ik hem ook eerst het advies van, vind je het sexy of is het oké? Goed zeg. Ja. Heel goed. Ja. Ik wil hem toch wel een beetje het idee geven en het gevoel geven natuurlijk dat hij mee kan, dat hij een keus heeft voor wat ik doe. Want soms dan zie je wel eens bijvoorbeeld ouders die zeg maar hun levenskeuzes eigenlijk in de schoot werpen van een kind en deal er maar mee als kind. Snap je. Maar het is niet makkelijk en ik besef me dat ook wel. Omdat ik bedoel, ik heb mijn body natuurlijk gefixt, gedaan. Ja, dat zijn ook mensen die daarnaar kijken. Ja. Kies ik ook bewust voor om niet sexy kleding van school te halen of zo en dat soort dingen. Ja, goed, vind ik wel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Okay. En hoe ga je met, want ik kan me ook voorstellen dat je ook wel negatieve reacties krijgt. Hoe ga je daarmee om? Ja, de negatieve reacties. Ik denk dat de negatieve reacties juist een oogpunt zijn over hoe mensen erover denken. Dat maakt het reëel.
Dat maakt het, iedereen heeft een eigen mening, een eigen visie, ook een eigen smaak. De ene vindt dikke lippen mooi, maar de andere vindt het helemaal niet mooi. Ja. De ene vindt het natuurlijk mooi en de andere vindt een gebouwde vrouw mooi. Mm-hmm. Ja, zo heeft iedereen, op ieder potje past een deksel. Ja. En ik denk dat als je niet een dikke huid hebt, dan moet je eigenlijk ook niet willen presenteren op social media. Ja. Precies. Iedereen mag reageren, iedereen kan reageren. Ja. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Mm-hmm. Ik, voor mezelf heb ik me afgesloten voor de negatieve reacties. Ja. En ik vind het wel grappig eigenlijk ook. Ik lach altijd wel als ik dan sommige comments zie. Die heeft de lippen laten opspuiten, die ontploffen bijna. En het is gewoon grappig. Want ik denk wel mezelf, ik kijk ook wel eens naar als humor. Ja. Snap je? Het is ook leuk. Het is, ja, iedereen's mening is... Ja, telt ook wel. Ja. Tuurlijk. Oké. Okay. Ja, dus goed, iets negatiefs zet je gewoon om in iets positiefs. Iets positiefs, tuurlijk. En soms ga ik ook wel discussies aan met mensen die dan bijvoorbeeld een negatieve comment plaatsen. En dan zeg ik daar, wat heb je nou tijdens die comment verdiend voor geld? Ja. Wat heb je nou verdiend? Did you secure the bag? Ja. Nee, het heeft je niks opgeleverd. Snap je? Dus sommige een stickertje in je boek. Weer een stickertje in je boek. En dan reageren ze dan ook. Maar ze verwachten natuurlijk nooit dat jij terugreageert. Nee. Dat maak ik dan wel. Ja, dat is ook zo. Kijk, ik reageer op iedere volger terug. Mm-hmm. Kijk, elke snap die ik krijg, reageer ik terug. Of het met emoji, of met een thank you, of met een kleine... korte voice memo, omdat waarom doe ik dat? Ik heb een tyfus hekel, sorry, eraan, als ik op blauw gelaten word. Ja. Oh, wat heb ik daar een hekel aan? Dan zie ik die read. Ja. Dan denk ik, kan je niet 2 minuten even reageren dat je niet kan reageren? Ja. Reageer dan dat je niet kan reageren. Precies. What's wrong? Ja. Weet je, maar ik vind dat gewoon heel disrespectful. Ik moet gelijk denken aan, mijn zoontje had een keertje op mijn telefoon en die had jou toen een DM gestuurd. Ja. En je zei, je kindje heeft je telefoon. Ik dacht, oh my god, ik snel luisteren. Ja, wat ik zag het die, ook, die. Volgens mij dacht hij, die. Ja, ik wist gelijk. Kijk, je kan het wel een beetje nadenken van... als je dan zo'n mooie zelfstandige vrouw ziet, weet je wel. En je krijgt ineens een hele rare DM. Dan denk ik, that's not you, honey. Ik weet dat je kind heeft je telefoon. Ja. Maar ook gewoon dat je de tijd even hebt genomen om tegen me te zeggen van... je kind heeft je telefoon. Ja. Want iemand anders zou denken, whatever, laat maar... Ja, maar het is belangrijk. Het heeft ook een stukje met respect te maken. Ja. Kijk, je weet ook niet bijvoorbeeld als je op een bepaalde manier eruit ziet... ben je een voorbeeld voor iemand misschien. Of juist helemaal niet. Of ze vinden het gewoon leuk om te dieken. Ja. Maar je weet niet hoeveel moed iemand heeft verzameld... om met zijn probleem bij jou te komen. Ja. En dan reageer je gewoon niet. Ja. Ja, ik snap ik kan het ook niet hoor. Ja, dat is, snap je? Ja, ik denk dat het voor jullie ook allemaal... Ja. Je hebt altijd ontevreden mensen. Ja. Ontevreden wat volgers. Wat ik dan niet begrijp is dat je echt gewoon de tijd neemt om iets negatiefs te zeggen. Als je iets niet leuk vindt, hou of iets voor van jezelf, ga gewoon door. Maar dat je echt gaat zitten en dan van, bedenken wat ga je zeggen. En iets lelijks zeggen, iets gemeens. Ik kan daar niet tegen. Het zijn altijd, laat me één ding voorop stellen. En dat moet je wel gewoon echt, echt goed achter je oren knopen. Mm-hmm. Het zijn altijd je eigen haters in je omgeving van je eigen mensen met fake profielen die jou on the spot willen zetten. Ja. Het zijn nooit mensen die jou nog niet kennen. Ja. Want mensen die jou nog niet kennen, die kijken naar je, maar als ze je niet leuk vinden, dan negeren ze je. Ja. Of als ze vinden je leuk, dan geven ze een positieve feedback. Ja. Je haters zijn altijd mensen die je kent. Ja, en dichtbij. Altijd dichtbij. It's always scary. Freaky. Ja. Maar er zijn ook mensen die gewoon 1000 fel valse profielen van zichzelf aanmaken. Ja, dan heb je echt tijd. Ja, ik begrijp dan heb je echt tijd. Je hebt tijd. Maar die mensen hebben ook tijd. Precies. Ja. Die mensen hebben ook tijd. Is zo. Ja. Hey, maar wat ik me ook afvraag, want jij bent gewoon super sexy. Thank you. Ja. Ik vraag me af, hoeveel van die rare DM's krijg jij van mannen? Oh jee. Dat kan het dik van Tuurlijk. Kijk, zowel van vreemde mannen als van bekende mannen. Certified man. Sliding in the DM. Y'all know the vibes. Die ga ik laten bespreken. Op camera. I see you. Ja. Honey, hou je man bij. Je krijgt dat soort dingen wel. En dick pics ook. Weet je wat ik dan doe? Bij dick pics, dat weten mijn volgers ook.
Dan screenshot ik het. Ja. Ja, en dan maak ik er een poppetje van. Dan zet ik oogjes erop. Ja. En handjes. En handjes. En dan post ik het gewoon op mijn socials. Ja. Van mannen, willen jullie stoppen met dickpics sturen? Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Ja. Maar dan turn ik het. Kijk, en dat is niet bij de eerste dickpic die ik krijg. Ja. Maar wel zeker wel bij de derde van les. Ja. Come on. Ja. Weet je? Ja. Het levert mij niks op. Stop met je met. Stop met die leuten te sturen. Ja. En dan ook nog die leuten. Ja, dan hebben ze ook nog de audacity om die leuten naar boven te trekken. Ja, dat zie je. Want je weet, het is niet eens een staart. Wow. Oké, nu ben jij mij aan het laten zien. Het is al een klein dingetje. Ja. Rustig moet je blijven. Ja. Houd gewoon in je broek. Ja. Weet je? Ja. Je gaat niet reclame lopen zoals ik altijd zeg, dames en heren. Met iets wat niet werkt. Wow. Rustig. Ja, vind ik wel even... Ja. Ja, zeker. Ja, echt goeie. Ja, man. Ja. Nee, ik dat zijn de dickpics, ja. Ja, het is heftig, jongens. Niet het is zo. Heftig. En hoe? Maar er is een markt voor. Er zijn toch vrouwen die het leuk vinden, denk ik, of zo. Ik kan me niet voorstellen dat je dan gewoon denkt van, oh, ik ga even een foto maken. Ik vind het ook zo disrespectful. En wat voor reactie verwacht je terug? Oh ja, let's date. Of daar heb ik zin in. Of lekker. Ik vraag me ook dat altijd af. Wat denk je nu ermee te hebben gewonnen? Ja. Lijkt, dan denk ik snap je ook nog steeds niet. Nee. En nu weet ik hoe je leuten eruit ziet. Ja. Oké. Nou, bedankt. Dank je wel. Nee, ik vind wel dat je er echt heel goed mee omgaat. Met alle negatieve, positieve en ook gewoon, je staat gewoon heel zelfverzekerd, sta je er gewoon. En ik vind, weet je staat achter jezelf, dat is heel belangrijk. En keep up the good work. Ja, we zijn allemaal vrouwen. En ik denk dat iedere vrouw een verhaal heeft. Ja. En iedere vrouw door een moeilijk pad gaat. We hebben zoveel te voortduren. Ja. Daarom zeg ik ook altijd tegen vrouwen, we moeten het met elkaar doen. Ja. Weet je? En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Weet je, real women don't compete, they collaborate. Yep. Yes. Ja. Zo. Ja. Cheers to the guys! Blink, blink, blink. Ik denk dat we hier ook zeg maar het einde zijn gekomen van onze aflevering van vandaag. Ik vond het echt super leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook echt leuk en hoe jullie me hebben uitgenodigd. En je bent prachtig. Ja, thank you. Jullie ook. Ja. Maar niet meer te veel doen. Maar je vrouw. Nee, ik beloof het. Ik beloof het. Alleen nog een beetje onderhoud. Af en toe. Botox kan nooit kwaad, hè? Dat is waar. Dat is wel fijn. Ja. Nee, maar als ik een keer wat ga laten doen, dan kom ik zeker even bij jou. Zeker, je kanaal is bij mij terecht. Ja, zeker. Zeker. Oké. Nogmaals, dank je wel. Ja, zeker. Thank you. Nou, dit was The Room alweer, lieve mensen. Met Mifa, Char, Glam en Jaisira. En subscribe mensen. Dat is heel erg belangrijk. Deze leuke dames, ze doen het gewoon. Weet je, let's go. Yes. Dat is top. Y'all know the vibes. Tot de volgende keer. Maar nu willen we wel even die bekende mensen horen en zo. Oké, doe kat. Kat.